Het lukt wel. Als je concentreert, is echt heel tof. Zo gek als geleden, maar lukt het me altijd. Oké. Ik wil eigenlijk heel graag dat je... We hebben nu die plekken niet, maar dat je toch even voor jezelf een ruimte pakt nu. En we gaan het... Want op deze telling, hierna begint de muziek, hè? De voorstelling gaat over vrijheid. Over of je... in jezelf vrij bent en of je in het echte leven vrij bent. Of je vrij bent om te gaan en te staan waar je wilt. En we maken hem met gevangenen uit de PI. Dus uit de gevangenis in Leeuwarden. En met meisjes die in de opvang zitten van 4 aan de Holstmeerweg. En er zijn 2 acteurs. En die spelen, het is een drieluik. Dus we spelen 3 voorstellingen. En de mensen gaan van de ene voorstelling naar de ander. En het derde deel wordt gespeeld door de acteurs. Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat. Hè. We moeten elkaar een beetje helpen. Die mensen hebben geen problemen. Ja, die mensen moeten zorgen dat ze geen problemen krijgen. En je kan mensen wel gaan helpen als ze in de problemen zitten, maar je kunt beter zorgen dat de mensen niet in problemen komen. Ja, jullie zijn niet stom. Jullie hebben ogen in je kop. Zorg dat je goed weet wat je doet. Oké, doe het eens allemaal tegelijk. We luisteren naar elkaar, we laten elkaar uitspreken, we praten niet over elkaar, we houden rekening met elkaar. We voeren geen gesprek met iemand die onder invloed is van alcohol, drugs of andere verdovende middelen. We behandelen elkaar met respect en vriendelijkheid. We behandelen de omgeving met respect. We verdienen het voor die dingen te verdienen. Het is een hele bijzondere ervaring, omdat het... mensen zijn die niet, dat zijn geen amateurspelers in de zin van dat ze heel graag op het toneel willen staan. Het zijn mensen die een heel persoonlijk verhaal te vertellen hebben. En daar waar veel moed voor nodig is om dat verhaal ook te vertellen. En om uit de anonimiteit te stappen. En wat ik echt bijzonder vind is dat als je het zwaar hebt in je leven, zeker als je ziet wat deze mensen hebben meegemaakt in hun leven, dan is vaak hun eerste neiging als het spannend wordt, of als het persoonlijk wordt, is om zich terug te trekken. Of als ze zich op een of andere manier benaderd voelen. Terwijl ik in mijn vak natuurlijk er helemaal mee bezig ben om juist naar ze toe te komen. En ik wil graag dat ze ja zeggen en zich openen. En dat is natuurlijk, ja, dat is wel soms wel een spannend gebied, ja. En ik ga uit vissen. Met de boot van Harlingen. We gingen via Waddenzee vanuit Harlingen. De Schelling, Vlieland, daar gingen we mooi doorheen. Richting Denemarken, via de Noordzee. Ja, het theater, ja, vind ik wel leuk en het ligt me wel het onderwerp ook. En het vindt wel leuk, gewoon kortom alles, de sfeer is leuk en zo. Dit kan in de gevangenis gewoon super. Ja, dat dit de gevangenis toestaat om te kunnen mogen doen is alleen al uniek, dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, kijk, er wordt altijd tegen een gedetineerde anders aangekeken natuurlijk, als tegen normale mensen, hè, want het is toch eigenlijk boefje. Veel mensen hebben natuurlijk, wanneer ze hier binnenkomen, een oordeel over van, kijk, het zal wel net de film zijn, Prison Break natuurlijk. Hè? Brandende matrassen, rollen toiletpapier die naar beneden worden gegooid in brand. Maar ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet. Het is een heel andere keerzijde hier binnen. Sommige mensen, ja, die maken een misstapje of misstap in hun leven, nou, die komen hier. En die kunnen het hier dan mooi afsluiten met het besluit om hier nooit meer te komen natuurlijk. Hè? Want als veel mensen zeggen dat dit een hotel is, ja, dan is er wel een misvatting natuurlijk. Hè? S'avonds zitten we nog steeds achter de deur om 4:30. En je staat eigenlijk al met z'n allen te kijken naar de plattegrond van het huis van het meisje. Ja, dat is wat je speelt. Waarom ik mee heb gedaan is omdat ik wil laten zien hoe het is om in een instelling te zitten. Dat er gemis is en dat het heel moeilijk is voor meiden die hier zitten. Want het is niet echt een pretje en heel veel meiden zitten hier niet vrijwillig. Ja, nee, is dat van de regen begroot? Nee. Nee.
En als je niet in de problemen wil komen, dan moet je luisteren naar wat ik zeg. Hou je gedijst. Als er iets gebeurt, wegrennen als dat kan. Zorg ervoor dat je goede conditie hebt. Stevige schoenen, geen hakken of slipper, geen ingewikkelde tassen. Je moet je niet groter voordoen dan je bent. Je moet sterk zijn. Ja, maar niet sterker dan je bent. En dan gaan ze je uittesten. En dan ga je jezelf bewijzen en dan wordt het moeilijker. Ja, dan gaat het fout.